Ja, ik ga over het visuele systeem praten. En de titel is Zien, het gebeurt in het brein. En ik geef eigenlijk meteen mijn boodschap van mijn verhaal maar cadeau. De boodschap van mijn verhaal is dat het visuele systeem, dus dat is de hersenen, het visuele systeem hierachter in het hoofd en het oog, is een bevooroordeeld systeem. Dat systeem kijkt bevooroordeeld naar de wereld. En dat zou ik eigenlijk al heel makkelijk kunnen demonstreren hier. Als het goed is, ziet u iets wat fysiek niet kan. U ziet iemand op een vliegend tapijt zitten. En de reden dat u daar iemand op een vliegend tapijt ziet zitten, is omdat er onder die persoon een slagschaduw zit. Wanneer ons visueel systeem geconfronteerd wordt met een slagschaduw, probeert het beeld 3D te interpreteren. En een slagschaduw is altijd afkomstig van iets. En u kan zien, als ik hem weghaal, dan zakt de persoon ook zo weer op het grasveld naar beneden. Nou, voordat ik over dit soort dingen wil praten, eerst wat over menselijk kijkgedrag. Dit is een van de platen van de tentoonstelling. En daar ziet u dat rode stipje op heen en weer gaan. Dit is de blikrichting van iemand waarvan ik de oogbewegingen gemeten heb, die naar dit plaatje keek. U zag dat stipje ook groter worden. Wanneer mensen ergens naar kijken, dan tast het oog als het ware het beeld af en blijft eventjes staan. En gedurende die tijd kan het visuele systeem, dus het stuk wat in het brein zit, kan dat beeld analyseren en daar bruikbare en nuttige dingen voor de kijker uithalen. Ik heb nog een voorbeeld hier. En hier is te zien dat deze persoon, ja, die kijkt vooral op die randen. Dat zijn plekken waar een hoop contrast in beeld zit. Kleurcontrast, licht-donker contrast, overgangen. En dat zijn ook wel informatieve stukken in het beeld. Ik kan natuurlijk allemaal van die exemplaren en dingen van één iemand laten zien. Ik heb ook van een aantal mensen de oogbewegingen gemeten. En ik ga nu een visualisatie van data op visualisatie van data laten zien. Dit is het patroon waar ze gekeken hebben. Even uitleggen hoe het werkt. Het komt erop neer hoe heter de kleur, dus in dit geval hoe roder, hoe meer mensen daar gekeken hebben. En we zien dat als 9 mensen elk een aantal seconden naar dit plaatje gekeken hebben, dat ze dus voornamelijk op de rand gekeken hebben. En ik kan het hier aanwijzen, er zit hier ook een opvallend ding. Iemand zei tegen mij al, het lijkt wel een oogje. Dat zijn de dingen waar mensen graag hun oog op richten. Dus als ik het samenvat, als mensen kijken, dan scannen ze als het ware met het oog het beeld af. Dat komt ook omdat we maar een klein stukje van ons visuele veld. Dus dit is mijn hele visuele veld. Ik kan eigenlijk maar zo'n stukje, daar kan ik echt goed scherp zien. Dus je moet je oog echt ergens op richten om het goed te kunnen zien. Nou, en het oog fixeert, staat dus even stil op gebieden met veel contrasten. En ook op opvallende details. En opvallende details zijn vaak kleine dingen die ook veel contrast hebben. En we zouden eigenlijk kunnen zeggen, op de plek waarin zo'n plaat veel contrasten zitten, daar zit de informatie in beeld. Nou, dit gezien te hebben, zouden we naar het visuele systeem kunnen stappen. Welke informatie haalt het visuele systeem nu uit het beeld? Dan moeten we natuurlijk eerst kijken waar het allemaal mee begint, en dat is licht. Licht is elektromagnetische straling met een bepaalde golflengte. En slechts een heel klein gedeelte van het spectrum van die elektromagnetische straling, namelijk dit. Die straling met een golflengte van 400 tot 700 nanometer. Dat is het licht wat wij kunnen zien.